We moeten nog even afwachten totdat de heer J. Deelder hier zijn score van 68 heeft afgemaakt. Maar daarna krijgen we een blik in de mooiste platenkast van Nederland misschien wel. Straks na de reclame. Hier is dan de zogenaamde hoedendoos, hè? Ja, de hoedendoos. Dat is de eerste elektrische koffergrammofoon van Philips eigenlijk. Pardon, tuut. Moeten we een naaldje pakken? Een naaldje, dan moet je slijpen. Ja, dat moet eventueel geslepen. Even kijken. Ja, er kan wel een slijpje gebruiken. Ja. Dat doen we dan in de Gramophone Needle Sharpener. Dat is een Engels product. Ja, we hebben in de platenkast hebben we mensen gehad die hadden heimwee naar de LP, maar dit is dus het echte werk. Ja, dit is het. 78 toeren. Hoe heet die nou, Jules? Die, dus, ik heb hier liggen de SN Blues. Nee, dit. Oh, dit? Ja, de hoedendoos. De hoedendoos. Hier kan ik persoonlijk wel een stijver van krijgen, die dingen. Zie je? He, alleen al als je ze... Deze is ook een zeldzame. Parker, Big Band. Ik hoef ze niet te draaien, als ik er alleen naar kijk, dan hoor ik ze al. Hè? Ja. Ja. Kijk, zo. Ook de blik, de aandacht vestigen op de blik in de ogen van Boots Mussouli. Ja. Waar ik achterop staat dat het een keurige huisvader is. Because he's the dependent, great talented, one of the pillars of security in jazz. Want er was in die tijd was natuurlijk een hoop met jazz en een hoop met dope in verband gebracht. Ja. Dus dan staat, zie je achter op die hoesjes, wordt het dan deze man dus niet. Deze man niet. Nee. En ja. Dan die blik, weet je wel. Ja. Dat is in de 50e jaren. Ja. Dat we dus in de paar seconden naar Leiden gingen of naar Delft. En dan iedere platenzaak die we tegenkwamen, die werd ontdaan van ieder jazz-EP'tje wat ze dan in huis hadden. Dat was natuurlijk makkelijk jatten, deze plaatjes, weet je wel. Allemaal onder de trui. Ja, ja, ja. En later dus ook wel, deden we ook wel LP-werk, hoor. Die gingen er dan zo op een punt in, hè. Zo in je broekriem. En dan had je wel hier wel, dat stak dan wel een beetje raar uit. En dan stond je helemaal vol, weet je, soms ook op je rug. En dan, goedemiddag. Want die mensen waren toen zo naïef, joh. Ja, dan kwam je zo'n platenzaak binnen en dan kwam er even een man, die zat dan achter koffie te drinken, thee te drinken. Kan ik u helpen? Nou, nee, we kijken alleen een beetje rond. En dan ging hij weer weg. Dus ja, dan zocht je dat uit, dan zet je dat voorin en dan hup, op een onbewaakt moment, hè, dan ging dat onder de trui, ja, tussen broekswand en buikwand. Ja. En dan ongehaast vertrek, helemaal stijf van die platen. Ja, ja. Ja, toch waren dat mooie tijden. Ja, je had geen poen en je hield van die muziek, dus ja, wat moest je doen? Ik bedoel, als je nou poen wel poen hebt en je gaat dan lopen jatten, dan word je ook gepakt. Maar toen dus nee, het kwam echt uit idealisme was het. Kijk. Dat zijn dus testpressingen, zie je? Testprint, Edison Bell. Edison Bell. Met de hand de titel erop geschreven, zie je? En zo vond ik ze dus daar in die bar in Brussel. Ja. En ik wist gelijk wat het was, weet je wel. En zij hadden geen idee. Nou, die gozer die had geen idee, nee. Zo, ik wist niet wat ik... De koude zweet brak me uit, weet je wel. Als je dan... ik haalde die ene tevoorschijn en ik denk, krijg nou niks, joh. En dan moet je strak blijven natuurlijk, want je moet niet laten merken dat het... Nou, het verdient geen aanbeveling om te laten merken dat je... Maar ik, weet je wel, dat je... Maar ik had onmiddellijk, dacht ik bij mezelf van nou... Knappe vent die mij hier de deur uit krijgt zonder die platen, weet je wel. Ja. Maar, dus ja, nou, hij was ook wel bereid tot een deal, die gozer. Zo'n poederblauw moest hij... Poederblauw. Oh, ik zeg je, dat haal ik gelijk even voor je uit de auto, weet je wel. Dat was geen probleem. Nou, maar hij ook tevreden, en ik ook. Nee, maar ik weet nog goed toen ik die plaat had gescoord, dat ik hier terug was in Rotterdam, dat ik die gozer opbelde, joh. De andere verzamelaar. Ja. Dat ik zei, hey Joop, die platen van die... hoeveel heb jij daarvan? Nou, we hadden dan twee en de derde was op komst. Ik zeg, nou, zal je wel vertellen? Ik heb ze alle 7, alle 14 kantjes. Terspersingen. Nou, die stilte die toen viel aan de andere kant. Niet te geloven. Dankjewel. Nog mooier dan de plaat zelf. Ja, ja, ja. Kijk, ik weet niet, misschien dat anderen die krijgen misschien bij popmuziek eenzelfde soort van gevoel wat ik hierbij krijg. Dat wil ik niet ontkennen, dat misschien zo is, maar ik vraag het me af. Ja, ik hou ook niet zo van zingen, dus ja. Geen tralala. Nee, niks te tralala, hè. Nee. Blazen, saxofoon. Ik weet niet of je in de specialistenwinkels waar jij komt hier wat aan hebt. Nou Jan, dat raken we vast wel kwijt. Hè? Dat raak je vast nog wel kwijt. Wat een prachtige kast.
Ja. 78 toeren dinges. Hoe deed je dat nou met die platen? Dus dan die LP's, die gingen zo met een hoek? Ja, die gingen dan zo, ja. Ja, ja, dat was wel een friemel soms. En maar, van, maar als je dus een wijde trui, in die tijd droegen we die slobbertrui. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Ik heb niks gezien. Ga snel.